Ave Normand staat geschreven in twee mollen, dus best een S. Haakje A blijft omhoog staan. De derde bladzijde gaat het stuk, je rechterhand gaat octaveren. En die gaat dus naar een hoog dat je een hoge B nodig hebt. Die is een paar keer geschreven op de derde tel. Je kan hem of weglaten, die derde tel. Of je octaveert dus niet. Kijk maar wat je zelf fijn vindt. De dans, dat is dus eigenlijk vanaf de derde regel dat het gaat beginnen. Dan speel je heel erg op je linkerhand. Die geeft eigenlijk de melodie. Dus probeer niet te gaan hakketakken op je rechterhand. Dat zou zonde zijn. En dan de eerste twee maten, of eerste twee regels bedoel ik, is een afwisseling van harp solo met chimes. En dat is een slagwerkinstrument wat een mooi, echt zo'n mysterieus glissando geluid kan maken. Je gaat klaarstaan en het ritme is twee triolen en dan zestiende. Dus je krijgt titeli, titeli, rikke, tikke, rikke, tikke, tam. Komt-ie. 3, 4... Chime solo. Ga je vast even klaarstaan voor de volgende. 3, 4. Komt er weer een chime solo. En is er weer een chime solo. Ga je klaarstaan voor eigenlijk de dans, het cantabile. 1, 2.